nieuwe keukenproces aan de Char. Vandaag ga ik mijn favoriete recept maken, namelijk oranges cake. En hier heb ik al een keer een recept over geplaatst op mijn blog. Maar ja, het leek me ook wel leuk om het gewoon in video vorm te doen. Oranges cake is eigenlijk gewoon een mierzoete taart/cake van biscuitjes. En gewoon een chocolade, cacao, boter, suikermengsel. Super lekker en best makkelijk te maken. Je hebt ook maar een paar dingetjes nodig en ja, ik heb er gewoon heel veel zin in om het te maken. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden om te zien en heel veel plezier om te kijken. Nou, de ingrediënten zijn heel erg makkelijk die je voor deze oranges cake nodig hebt. Eigenlijk heb je altijd alle standaard dingen wel in huis en hoef je dus eigenlijk niet naar de Albert Heijn of andere winkels om te gaan halen. Nou, wat we allemaal nodig hebben is onder andere een bakblik waar je straks oranges cake in gaat doen. Je hebt ook nog zilverpapier nodig trouwens. 4 eieren. Ik heb hier gewoon een doosje van 6, omdat, ja, dat is gewoon zo. Je hebt een pakje cacao nodig, of nou ja, pure cacaopoeder. Dit is gewoon van Bloeker cacao en deze heb ik gewoon bij de Albert Heijn gehaald. Dan heb je roomboter nodig. Dit zijn pakjes van 250 gram. Je hebt in totaal 350 gram roomboter nodig, maar ja, je hebt ze maar in deze formaten. Dan 400 gram kristalsuiker. Gewoon. I need your love. I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high. I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. Ik laat morgenochtend dan het resultaat van jullie zien. Nou, jullie zien dat nu een paar seconden later na wat ik nu heb afgesloten. Want dit moet nu dus een nacht in de koelkast opstijven tot het echt een dikke plak is geworden. En dan kan je hem in blokjes of plakjes of wat dan ook snijden. En echt, jullie gaan het effect zien van die koekjes en dat is zo leuk. Nou, ik ga nog niet afsluiten want het filmpje is nog niet afgelopen. Maar ja, dan zie ik jullie voor mij morgen dus weer.